Spelen met handpoppen, met Joost van Theater Tiret. We zijn aangekomen bij het manipuleren van poppen. Het laten leven, niet enkel ademen, maar ook acties en spreken. Nu is het heel belangrijk welk soort pop je gekozen hebt. Een vingerpop beweegt heel anders dan een bekpop bijvoorbeeld. Een handpop beweegt heel anders dan een marionet. Wij hebben gekozen bij Gloop en Theo voor handpoppen. Handpoppen zijn vrij beperkt in manipulatiemogelijkheid, maar toch kan je heel veel emoties, heel veel acties met de handpop spelen. Enkele kleine tips. Om te beginnen, neem je schrijfhand. In mijn geval, de meeste mensen rechtshandig. Linkshandigen nemen hun linkerhand, uiteraard. Deze positie. Hierop komt het hoofd van de handpop altijd. En hierop komen de twee armen. Dus duim en pink, zodanig dat je zo kan manipuleren. Niet duim en middelvinger, wat je vaak ziet, omdat de pop dan schuin gaat hangen. Dus duim en pink. Heb je heel veel plaats in het hoofd, dan kan je eventueel een tweede vinger bijsteken. Even proberen. Zo dus. Twee armen en het hoofd. Om te praten met een handpop heb je geen bek die beweegt, dus moet je eigenlijk kleine accenten leggen. Niet elke lettergreep moet uitgebeeld worden. Probeer je te beperken tot accenten. Ik kan praten met een handpop, maar niet elke lettergreep moet uitgesproken worden. Probeer eens een klein knikje met het hoofd op een natuurlijke beweging te laten lijken. De kijkrichting van de handpop is ook heel belangrijk. Kan je heel makkelijk oefenen voor de spiegel. Kijk waar de ogen naartoe kijken en oefen dat ook met een klein object, bijvoorbeeld een pen. Volg de pen. Heel goede oefening om de kijkrichting van de handpop te oefenen. En tenslotte het stappen of bewegen. Probeer een natuurlijke tred in de handpop te krijgen. Handpoppen bewegen het mooist als je niet te snel beweegt, maar af en toe een tempowisseling. Bijvoorbeeld, de handpop beweegt en plots ziet hij of zij, in dit geval hij, Theo, iets anders. Traag bewegen, grote bewegingen en plots een tempoversnelling. Werkt altijd heel goed bij handpoppen. Als acteur heb je drie troeven. Je hebt, om een emotie over te brengen, je eigen mimiek. Je hebt je lichaamstaal en je hebt intonatie, je stem en je ademhaling. Bij een pop verlies je een van de drie troeven, namelijk de mimiek. Je kan een pop niet blij laten kijken of triest of kwaad. Dus is de regel eigenlijk, omdat je een van je drie troeven, mimiek, lichaamstaal, intonatie, kwijt bent, mimiek valt weg, moet je de andere twee uitvergroten. Met andere woorden, durf te overdrijven met een handpop. Zo kan je aan de slag. Dus overdrijven in lichaamstaal en intonatie, goed leren kijken, de correcte positie van de armen, en probeer te onderstrepen de accenten in een zin. Niet elke lettergreep, onderstreep enkel de accenten en plots een tempoversnelling en je kan verder gaan. Probeer maar.